Goedendag. Kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we veel bewolking boven Zuid-Nederland en enkele opklaringen boven het noorden en boven de Noordzee. Met de noordwestelijke wind wordt de bewolking geleidelijk weggeblazen en het bijbehorende regengebied ook. En vanuit het noorden komen er dan steeds meer opklaringen en breekt dus de zon door. De buiigheid neemt dan geleidelijk af. Vanmiddag vooral in het noorden en oosten nog een lokale bui, maar in de rest van het land grotendeels droog weer en geregeld zonneschijn. Duidelijk het beste deel van deze dag. Temperaturen 8 tot 10 graden. De wind is 4 tot 6 Beaufort. Vanavond neemt de wind verder af en wordt het op de meeste plaatsen droog en ook in de nacht is het grotendeels droog, maar morgen overdag zorgt een lage drukgebied ervoor dat het toch weer gaat regenen. Meeste regen in het westen en zuiden van het land. Met heel veel geluk blijft het in het noordoosten misschien toch de hele dag droog. Wel in Groningen de laagste temperaturen en in het zuiden wordt het 9 of 10 graden. Zaterdag draait de wind naar het noordoosten. We trekken er nog enkele buien over het land, maar voorals middags schijnt ook geregeld de zon. En de paasdagen lijken droog te verlopen. Temperaturen klimmen dan iets uit het dal en komen rond of iets boven de 10 graden te liggen. En de wind wordt ook rustiger. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.